De basis nummer 6. Kijk eens wat hier allemaal al klaar staat. Wat gaan we doen, Katrien? We gaan nasi maken. Wat eerst? Wat eerst? Nasi goreng, gebakken rijst. We beginnen eigenlijk met rijst koken. Dat hebben we al gedaan. Daar hebben we een aparte video van. En die rijst moet helemaal afgekoeld zijn. Want wat gebeurt er als rijst afkoelt? Voel maar eens. Die korrels worden stevig. Ja. En dat is heel belangrijk. Die rijst moet eerst afgekoeld worden, want als je met warme rijst werkt, ja, dan wordt het al heel snel een brei. En die rijst moet gebakken worden, nasi goreng, gebakken rijst, heel belangrijk. Dus we gaan lekker wat vet in die pan doen. Redelijk wat olie, ja. Want olie is ook de geleider van hitte. En als je lekker wat olie gebruikt, dan wordt het allemaal veel sneller heet. En dan krijg je ook veel meer die lekkere gebakken korrel, wat nasi zo lekker maakt. Precies. Dus dit laten we even heet worden. Ja. Mag lekker op hoog vuur, hè? In de Chinees zie je die vlammen eromheen. Nou, dat hebben we thuis niet, maar daarom goed heet laten worden, die wok, die olie. En dan kunnen de groenten erbij. Dit moet gewoon een beetje heet worden, toch? Dat moet goed heet worden en die wortel wordt dan alvast een beetje zacht. Dan moet ook een beetje bakken, want met dat bakken krijg je allemaal smaak in dat gerecht. Oké, Katrien, dan kan de knoflook en de gember erbij. Altijd eerst de grote groenten erbij en dan de knoflook en de gember erbij. Mm-hmm. Dan verbrandt het niet. Yes. Nou, nu kan de rijst erbij, want de bosui gaat pas helemaal aan het eind. En nu dat bakken van de rijst, dat is echt heel belangrijk. Want het is gebakken rijst, dus die rijst moet echt meebakken in die pan. Heel goed. Druk de grote korrels een beetje uit elkaar. Ja, mooi. En je ziet het ook, hè, aan de kleur. De kleur verandert langzaam maar zeker. Een beetje geliger. Ja, het wordt steeds geliger, dus hoe langer je bakt. En hou die hitte goed in de pan. Nou, na een minuutje of drie, vier bakken, kunnen de smaakmakers erbij. Ik doe eigenlijk altijd maar drie dingen. Vissaus. Dat maakt het lekker zout. Als je het helemaal vegetarisch wil maken, moet je dus geen vissaus erin doen, want dat is niet vegetarisch. Vissaus is natuurlijk niet vegetarisch. Dan kan je gewoon iets meer sojasaus gebruiken. Het recept staat natuurlijk op Koken met Kennis. En ik gebruik altijd een beetje V-tin. Nu gaat het er steeds meer als nasi uitzien. Nou, kunnen we hem afmaken met de bosui. En dan zijn we eigenlijk al klaar. Ja, zo makkelijk is het om nasi te maken. Kijk, en voor degene die van pittig houden, kan je er natuurlijk ook een beetje peper doorheen. Oké, Katrien, de proef op de som. En? Ja, lekker. Eitje erbij. Kroephoek erbij. Lekker.